Het verhaal is zo onwaarschijnlijk dat als je het op de film zou zien, dan zou je denken van ja, nou, dit is wel erg gezocht dat je weer van die situatie in die situatie belandt. Het is echt wel de man van de foute keuzes. Hij heeft veel seks gehad in zijn jonge leventje, veel drugs, veel drank. Ik denk dat hij een inktzwarte kant heeft. Het is een aardige jongen, dat kan jij ook onderstrepen, dat hij gewoon heel aardig kan voordoen. Maar dat iemand is met twee gezichten, dat staat wel vast.